Dit is de plek waar vanmorgen een lichaam werd gevonden. In het bos onder Barendrecht bij Rotterdam. Een schep en een hoop aarde blijven achter na onderzoek van de politie. Die besluit gisteravond na een tip het gebied uit te kammen. Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut en agenten met speurhonden zoeken in het bos. Daar ontdekken ze het lichaam. Onderzoek bij het NFI moet nu meer duidelijkheid bieden of het gaat om Mona Baartmans. Haar zoon Hans hield er al rekening mee dat hij zijn moeder niet meer levend terug zou zien. Ze was heel slecht. Ze moest gedotterd worden. Haar hart was niet goed. Zo'n tijd kan ze niet overleven zonder medicijnen. Absoluut niet. Dus ze leeft niet meer. Dat weet u zeker? Daar ga ik zeker vanuit, ja. Op maandag 24 september geeft Hans zijn moeder op als vermist. Een dag daarvoor bezocht ze haar man in een verpleeghuis. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de vrouw. Ja, we vragen u opnieuw mee te denken over de vermissing van Mona Baartmans uit Delft. De politie vraagt aandacht voor de vermissing. Op verschillende plekken wordt gezocht, zoals hier in de binnenstad van Delft. Op 30 september wordt een 60-jarige man aangehouden in zijn huis in Oud-Beierland. Het is een andere zoon van Mona. Hij zit nog altijd vast. Welke rol die precies heeft gespeeld bij de verdwijning van zijn moeder is onbekend. De politie hoopt morgen te kunnen zeggen of Mona Baartmans daadwerkelijk gevonden is.